Hij die alles gezien heeft, die in de diepste diepte keek. Hij die alle grenzen passeerde, alle wijsheid verzamelde. Wat bedekt was, zag hij. Voor hem bleef niets verborgen. Je hebt me uit mijn slaap gehouden, Shirwan Majid. Alleen al je naam, ingewikkeld. Shirwan Majid, zo heet hij, zegt hij. Je zegt zoveel, maar gisteren tijdens de laatste ondervraging, de zoveelste, zou alles duidelijk worden. Nationaliteit, Irakees, leeftijd 17 jaar. Als ik in je ogen kijk, lijk je eerder 28. Als ik dat zeg, knik je. Zoals je steeds knikt. Ondoorgrondelijk. Innemend. Alles wat je zegt, geloof jezelf. Dat wil ik aannemen. Zie ik iets over het hoofd? Laat ik me te veel verblinden door die blik in je ogen? Vandaag moet ik beslissen. Waar worden feiten fictie? Woorden heb ik nodig. Woorden die in dit dossier kunnen staan. Samen met mijn moeder had ik mijn tas gepakt. Wat opgerolde dollarbiljetten had ze in de zoom van mijn broek genaaid. Moed, sprak ze me in. Op reis zou ik gaan, de wereld in. Haal die rimpels van je voorhoofd, mijn zoon, mijn zon. Er staat je vrijheid te wachten. De volgende dag, nog voor het kraaien van de haan, was haar mening omgeslagen. Plotseling was het echt. Ik stond daar, bevend in de ochtendkou, mijn voeten zoekend naar grond. Welke weg stond mij te wachten? Ze sloeg haar armen om me heen, haar vingertoppen drukte in mijn rug. Het was te gevaarlijk, blijven moest ik. Wat is een moeder zonder kind? Mijn vader maakte haar van me los. Liefdevol, maar daadkrachtig. Er was geen weg terug. Amir stond al te wachten. Zelfs het uitspreken van die naam doet me pijn. Alsof je koud op distels tot bloedens toe. Ik was zijn handelswaar. Niet veel meer dan de sigaretten die hij vroeger over de grens smokkelde. Als hij in gevaar kwam, dumpte hij zijn vluchtelingen net zo makkelijk in het ravijn als een partij illegale Lucky Strikes. Mijn vader moest mijn moeder blijven vasthouden, terwijl ze afscheid van me nam. 1000 lieve woorden wilde ze me toeroepen en goede raad. Haar mond wijd opengesperd, maar haar stem stokte. En toch begreep ik het onhoorbare. Dat ik mezelf warm moest houden in de bergen. Dat ik me moest beschermen tegen de zon op de eindeloze vlaktes. Dat ik niemand moest vertrouwen totdat ik hem een vriend kon noemen. Dat ik aan het verleden moest denken als de toekomst hopeloos leek. En vooral dat ik niet bang moest zijn om bang te zijn. Angst houdt je waakzaam. Als een hert dat opschrikt van een takje onder de voet van een jager. Ik hou van jou, mijn zoon. Het eerste deel van de reis ging met een pick-up truck. Zo eentje die de boeren gebruiken. Amir haalde meerdere vluchtelingen op, maar in het donker kon ik hen nauwelijks zien. Vlak naast elkaar lagen we, op de bodem van de laadbak. Verstopt onder zakken vol aubergines en uien. Door wat kieren zag ik hoe het ochtend werd. Stukjes wolken schoten voorbij aan de oplichtende hemel. Een scherf van de zon, gevangen in een ogenblik. Al kon ik nauwelijks iets van de omgeving zien, ik wist precies waar we waren. Zo vaak had ik over deze weg gereden. Bij iedere bocht en hobbel herkende ik hem. Met mijn ogen dicht probeerde ik het landschap voor me te zien. De schuur met het groene dak,
de oude walnotenboom bij de stenen tafel. Het voetbalveldje zonder goals aan de rand van het dorp. Langs de kronkelende beek. Het afgebrokkelde muurtje. Zonder er naar te kunnen kijken, nam ik afscheid van het land uit mijn jeugd. Je hebt iets dat je anders maakt, anders dan de anderen die anders zijn. Dus het was een verhaal dat je gered heeft. Nou, en dan knik je weer. Moeilijk te geloven, te mooi om waar te zijn. Je bent het niet met me eens. Verhalen over leven mensen, zeg je. Het verhaal over Gilgamesh bestaat al duizenden jaren. Hij die alles gezien heeft, die in de diepste diepte keek. Hij die alle grenzen passeerde, alle wijsheid verzamelde. Wat bedekt was, zag hij. Voor hem bleef niets verborgen. Gilgamesh. Kind van goden en toch een sterveling. Koning was hij, van de Eufraat tot aan de Tigris en tot ver buiten de oevers van die rivieren.
Laten we niet afdwalen, alleen de feiten. Hij werd geboren met goddelijke kracht, maar was sterfelijk als een mens. Niemand kon hem deren. En toch voelde hij steeds die kwetsbaarheid. De feiten. Je lag in een pick-up truck, zeg je. Van waar naar waar? Van mijn geboortedorp naar Naam, Shilatse, naar Semitia, vlakbij de grens. En toen? Hoog in de bergen werden we afgezet, vandaar moesten we lopen. Nog dagenlang zouden we naar uien stinken. Wie een aubergine had meegepakt, kreeg klappen van Amir met een stok tegen je hoofd. Als je je wilde beschermen, dan schreeuwde hij dat je je handen moest laten zakken. Dan pas sloeg hij. En waar liepen jullie naartoe? Richting grens. Via niet in kaart gebrachte zandpaden. Tussen rotsen door over bergkammen heen. Amir waarschuwde ons, wees onzichtbaar. Wie hier gezien wordt, is ten dode opgeschreven. Ik liep niet op mijn tenen, maar op de punten ervan. Elke spier in mijn lichaam deed pijn om niet op te vallen. Kilometers lang, dwars door het hooggebergte. Met wiskundige regelmaat stonden wachttorens opgesteld. Vanaf de top speurden soldaten de omgeving af. In doodsangst zag ik mezelf in het vizier van hun geweer. Hoe een vinger zich genadeloos rond de trekker krulde. Al klonk het schot niet echt. De echo ervan achtervolgde me bij iedere stap. Als er een helikopter overvloog, moest je razendsnel op de grond duiken. Met ingehouden adem urenlang, terwijl schorpioenen in je broekspijpen kropen. Dus jullie bereikte de grens. Kennelijk. Ja of nee? Een grens zie je niet. Dat is een verzonnen lijn, getekend met bloed van oorlogen uit het verleden. Maar volgens Amir waren we er overheen gestapt. Turkije? Al veranderde er niets in het landschap. Ik voelde me verder weg van huis dan ooit. Vooral in de nacht. De hemel leek donkerder. Opeens waren de sterren echt onbereikbaar. Gelukkig had ik mijn Walkman. Zo trots was ik erop. Mijn vader had er een gekocht op een markt. Het motortje liep wat aan, maar het was een echte. Een Sony met één cassettebandje. Geen pop of rock of reggae, maar the best of classical music. Volgens mijn vader was het een vergissing. Hij beloofde me een ander te kopen. Maar ik vond het prachtig. Voor mij werd dit onbekende geluid de klank van vrijheid. Een wereld zonder grenzen, waarin verbeelding het kompas was. Het werd mijn droom, ooit zelf zulke muziek te kunnen maken. Ben jij daarom hier naartoe gekomen om die droom na te jagen? Dan kun je dan wel vergeten, dromen kun je overal. Ook als je onder stroom staat of ondersteboven aan een touw bungelt. Veel van mijn familieleden zitten opgesloten of liggen in een naamloos graf. Misschien had ik ook niet meer geleefd als ik daar was gebleven. Wie is dit? Ik heb het al zo vaak gezegd, ik weet het niet. Ik wel. Jassim Safar, het schijnt. Zijn naam staat in jouw paspoort. Het is niet van mij. De waarheid. Amir kreeg mijn Walkman in de gaten. Dreigend met zijn stok moest ik het apparaat aan hem geven. Teleurgesteld luisterde hij. Hij had gehoopt op een stevige beat, geen Bach, Beethoven of Liszt. Vloekend rukte hij de tape uit de cassette en gaf me alsnog een klap. Doodstil was het geworden. Alleen in mijn hoofd was er nog klank. Voor het eerst begon ik mijn eigen muziek te horen. Thank you.
Onontkoombaar was hij, Gilgamesh. Zelfs als je op grote afstand bij hem in de buurt kwam, voelde je je misplaatst. Gilgamesh, meer god dan mens. Als hij zijn oogleden sloot, klonk dat als het luiden van een bronzen klok. Als hij iets zei, was elk woord een wetboek. Als hij zijn tenen kromde, trilde de aarde. Uit verveling daagde hij jongens uit om met hem te worstelen. Niet voor het spel, maar met de dood als inzet. Duizenden onderdanen kneep hij in één wurggreep de keel dicht.
Als geliefden met elkaar wilden trouwen, had hij het recht op de eerste nacht. Als een woeste stier ontmaagde hij de bruid. Ieder plezier in liefde was voorgoed verdwenen. De bevolking van zijn land smeekte de goden hen te verlossen van deze vorst. Waarom moest een halfgod op aarde wonen? Was hij niet meer op zijn plaats in hun hemelrijk? Ja? Ja, nee, het komt nu niet goed uit. Oh, wat heeft ze dan? Het koord? Ja, nee, dan moet ze naar huis komen. Ja, kun je haar dan ophalen? Nee, dat weet je, ik zit hier klem. Nou, ze kan best fietsen. Vang jij haar thuis dan op? Fijn. Helemaal niet cynisch, ik zeg gewoon fijn. Ja, tot straks. Nou, hoe ging het verder? Hoe gaat het verder met mij, vraag je. Mag ik hier blijven wonen? Dat is afhankelijk van jouw verklaring, van de geloofwaardigheid ervan, de relevantie. Wat heeft dat verhaal over die Gilgamesh met jou te maken? Iets om aan vast te klampen. Hangend onder een Turkse vrachtwagen vluchtte ik steeds dieper weg in mijn hoofd. Uit angst om op het voorbijrazende asfalt te vallen. Gevierendeeld te worden onder de autobanden vluchtte ik steeds dieper weg in mijn hoofd. En dacht ik terug aan de verhalen die mijn vader mij vertelde. De goden schonken Gilgamesh een vriend in de vorm van een vijand. Iemand die evenwaardig was aan hem. Hij leefde in de bossen, sloeg adelaars uit de lucht, gaf opdringerige beren een kopstoot en verbrijzelde met blote knokkels het pantser van een schildpad. Enkidu was zijn naam. Geen mens zou het ooit tegen hem kunnen opnemen. Maar Gilgamesh kende geen angst. En toen Enkidu hem uitdaagde voor een gevecht, ging hij meteen op pad. Halverwege knielde hij om te drinken uit een beek. En hij zag zichzelf weerspiegeld op het wateroppervlak. Naast zijn neus ontdekte hij een opengekrabd pukkeltje. Een ongewenste oneffenheid. Iets wat je niet verwacht bij de koning der koningen. Gilgamesh boog zich nog wat dichter naar het water toe. Hij leek dan wel een god, maar zijn vader, niet zijn moeder, zij was een godin, maar zijn vader, hij was een mens. Een mens. Voor het allereerst twijfelde Gilgamesh. Die nacht sliep hij nauwelijks. Geluiden die hij nooit eerder had waargenomen hielden hem opeens wakker. De aarde waarop hij lag bleek vol kriebelend ongedierte. In het diepst van de nacht schoot hij zwetend overeind. Ben ik sterfelijk? De volgende dag verdrong hij deze gedachte als een lachwekkende koortsdroom. Hij stak zijn hoofd in de beek, verbrijzelde zijn spiegelbeeld en nam een gulzige slok van het water. Tijd om te vechten. Terwijl Gilgamesh en Enkidu streden, verscholen de dieren zich in hun holen. Vogels stegen op tot ver boven de wolken. Bloemen trokken zich terug in hun knop. 3 etmalen lang vochten ze, de onoverwinnelijke heren. Met hun blote vuisten gingen ze elkaar te lijf. Het zweet spatte van hun huid. Bloed droop in klodders uit hun neus. De ene rib na de andere kraakte. Het gruis van elkaars tanden knarste tussen hun kiezen. Geen van beiden voelde nog pijn. Daarvoor hadden ze elkaar te veel verdoofd met hun slagen. En toen het voor de 4e keer ochtend werd, leek de zon een spiegel voor Gilgamesh. Net zoals de beek dat was geweest. Hij zag zichzelf, bloederige kwijldraden bungelend aan zijn baard, ontlasting druipend langs zijn benen en nog steeds dat opengekrabde pukkeltje. Dit keer lukte het hem niet zijn schrikbeeld weg te poetsen. Het waren vooral de menselijke trekjes die opvielen, terwijl de goddelijke naar de achtergrond verdwenen. Ben ik sterfelijk? Terwijl hij dat dacht, vergat Gilgamesh zijn verdediging.
Hij liet zijn vuisten zakken en staarde hulpeloos in het rond. Enkidu maakte zich klaar voor de alles verwoestende uithaal. Pas op het allerlaatst hield hij in. Verbaasd keek hij Gilgamesh in de ogen. Waarom vochten ze eigenlijk? En dan zwijg je weer. En knik je. Jij speelt het handig. De ene na de andere cliffhanger tover je uit je mouw tevoorschijn. Denk jij nou heus dat ik daar gevoelig voor ben? Nou? Jij lijkt zo oprecht, maar je ontwijkt de facts, de feiten. Ik moet het kunnen checken, beoordelen, bevestigen. Wie is Jassim Safar? Ik zweer het u, ik weet het niet. Je verplaatste je door Turkije per vrachtwagen, correct? Correct. En het doel was Griekenland? Amir zorgde voor een boot. Nou ja, boot. Iets wat hopelijk zou blijven drijven. Een toerist zou niet de moeite nemen om het plastic vaartuig op te pompen. Met z'n dertigen werden we erin gepropt. De golven waren eigenlijk te ruw, maar dat was juist gunstig, zo werd gezegd. Dan waren er minder patrouilleschepen van de politie. Dat er door de deining mensen overboord konden slaan, werd als bijzaak beschouwd. Van de reddingsvest hoefden we ook niets te verwachten. Die waren al leeggelopen voordat we door de branding waren. De nacht was zo duister, de zee zo donker, dat er nauwelijks een grens waarneembaar was tussen lucht en water. Overal vermoedde je gevaar. Om niet ten onder te gaan in mijn angst, vluchtte ik weg naar de wereld van Gilgamesh. Hoe hij en Enkidu ontdekten wat vriendschap was. Dat ze een arm over elkaar schouders konden slaan in plaats van elkaar in een wurggreep te houden. Nu Gilgamesh aanvaard had dat hij ook menselijke trekjes had, stelde hij zich niet langer boven zijn bevolking op. Tot hun verbazing wilde hij hen juist helpen. Ze vertelden hem dat ze geterroriseerd werden door een monster. Ook weer een of andere creatie van de goden. Het onoverwinnelijke gedrocht roofde spelende kinderen, verslond hun vee, vertrapte hele dorpen. Terwijl wij waren overgeleverd aan meters hoge golven. Zeeschuim over de rand van ons bootje spatte en als zweepslagen ons gezicht geeselde, probeerde ik voor me te zien hoe Gilgamesh en Enkidu het monster te lijf gingen. De angstkreten rondom mij niet langer te hoeven horen, luisterde ik in mijn hoofd, bij gebrek aan de Walkman, naar mijn eigen muziek. Thank you.
Liefje, hoe gaat het? Is papa er dan niet? Nou, dan zal hij zo wel komen. In het kastje naast de ijskast liggen nog rijstwafels. Jawel, die zijn best lekker. Nee, daar blijf je vanaf. Je gaat nu heus niet dood van de honger. Ik moet nu echt verder, lieverd. Zet de tv maar aan, er is vast iets leuks. Ja, tot vanmiddag. Uitstel is niet mogelijk. Vandaag moet ik beslissen. Waarschijnlijk zit je hier ergens buiten op een gang te wachten. Met die ondoorgrondelijke blik in je ogen. Gisteren na de laatste ondervraging vraag je of ik wel geluisterd heb. Dat is mijn beroep, luisteren, notuleren, analyseren. Maar waarom moet er dan zo lang over nagedacht worden of ik hier mag blijven? Is mijn verhaal niet mooi genoeg? Juist, te mooi. Jouw verbeelding lijkt de waarheid in de weg te staan. Verbaasd kijk je me aan alsof je nauwelijks kan geloven dat ik dat gezegd heb. Zou u het mij kwalijk nemen als ik heel goed was in het berekenen van economische prognoses? Of in atletiek? Of in tennissen? Dat ik een Grand Slam voor Nederland kon winnen? Of dat ik was opgeleid als piloot voor gevechtshelikopters? Zou u me dat net zo kwalijk nemen als het vertellen van mooie verhalen? We bereikten Griekenland, maar de kust bracht ons geen veiligheid. We werden opgewacht door nieuwe gevaren. De knuppels van de Griekse oproerpolitie. En de vuisten van nationalistische knokploegen. We werden opgejaagd en samengeveegd. Als slachtvee in abattoirs. Naar een kamp omringd met hekken van prikkeldraad. Maandenlang zou deze hel mijn huis zijn. De droge hitte vermengde zich met een gekmakende wind. Het opstuivende stof liet onophoudelijk tranen uit je ogen stromen. Met honderden poepten en piesten we op een paar mobiele toiletten. Om ze te bereiken moest je een weg banen door zwermen vliegen. Dat er niet genoeg wc-papier was voor iedereen, dat zou je logisch kunnen noemen. Vrijwel iedereen had buikgriep. Maar als je onderdeel bent van zulke logica, dan maakt je dat wanhopig. Overdag zagen we in de verte toeristen lopen richting de zee met opblaasballen, snorkelspullen. Het strand veranderde in een lappendeken vol gekleurde handdoeken. De zee vol windsurfzeilen. Leek het decor van een reclame voor kokosijs. Amir was ik kwijt, maar daarvoor in de plaats kwamen er mannen in uniformen. Ze onderzochten of ze ons terug naar Turkije konden sturen. Deze officiële heren waren net zo erg als het smokkelende tuig dat ons als handelswaar beschouwde. Ze fluisterden ons toe: jullie zijn kansloos, tenzij. Ze zeiden het niet. Maar aan hun blik begreep ik wat ze bedoelden. Ik peuterde het geld los uit de zoom van mijn broek en stak het toe aan zo'n hyena in maatpak. Hij bezorgde me een eerste klas ticket in de laadruimte van een koelwagen. Samen met 18 andere vluchtelingen en Grieks lamsvlees, bestemd voor de West-Europese keukens. Mijn reisgenoten en ik bijna bevroren in de koelwagen, begon ik over Gilgamesh te vertellen. Hoe hij samen met Enkidu het monster had verslagen. De godin had zoveel bewondering voor zijn heldendaad dat ze hem ten huwelijk vroeg.
Vroeger zou Gilgamesh het prachtig hebben gevonden. Een bruiloft in het godenrijk. Maar Gilgamesh had het veel te goed samen met zijn vriend. De avonturen die ze samen beleefden. Hij was bang zijn vrijheid te verliezen. En hij bedankte voor de eer. Zo eenvoudig ging dat niet. Godin wijs je niet zomaar af. Ze stuurde een stier op hem af, een kolossale. Zo eentje die met zijn hoeven hele dorpen plat kon walsen. Op Gilgamesh maakte het weinig indruk. Samen met Enkidu kon hij alles en iedereen aan. De aarde dreunde tijdens het gevecht. De hemel scheurde open toen de stier brullend de doodsteek kreeg. Juichend riep Gilgamesh naar de goden. Ik bepaal mijn eigen keuzes. Niemand kan mij dwingen. Ik beslis zelf met wie ik ga trouwen. Daarop slingerde hij een van de poten van de stier de lucht in. Met een klap kwam hij neer voor de voeten van de godin. Er viel een dreigende stilte in het godenrijk. Gilgamesh was te ver gegaan, vonden ze. Zijn goddelijke afkomst leek hij steeds meer te vergeten. En daarom besloten ze hem te straffen. Als een sterveling. Een mens tref je het hardst als je niet hemzelf raakt. Maar degene die je het dierbaarste is. Enkidu moest dood. Nadat Gilgamesh geleerd had wat twijfel was, leerde hij nu ook verdriet kennen. En de pijn van rouw. Oh.
tumata cima ci ricanu. En wat is dit? Nog steeds geen idee. Opeens loop je door een Nederlandse polder met dit paspoort in je zak. Na een lange stilte beweer je dat de koelwagen een ongeluk kreeg. Je ontwaakte in een berm. Met dit paspoort. Nee, het lag in die berm. Het kan van iedereen zijn geweest. Dit ben jij. Nee, ik ken deze man niet. Jassim Safar, 28 jaar. Nee, ik ben 17. Mijn leven moet nog beginnen. Is dat zo? Of wil je dat geloven? Net als Gilgamesh kunt u overal aan twijfelen. Geen verhalen meer. Jassim Safar werkte in Irak voor de overheid. Het was een chaos in die berm. Overal lagen spullen van andere vluchtelingen. In paniek was iedereen weggerend. Ik kon niet meer. Uitgeput bleef ik liggen. Koud, zo koud. Koud was het. Ik heb toen een jas gepakt. Kennelijk zat daarin dat paspoort, denk ik, in een binnenzak. Ik weet het niet. Wees eindelijk eens eerlijk, Jassim Safar. Een advocaat raadde me aan, hou dat paspoort maar. Iets om je identiteit mee te bewijzen is beter dan niets. En waar was jouw eigen paspoort gebleven? Gestolen. Ergens in een Griekse loods. Er werd op me geschoten. Een vriend die vlak naast me stond, werd geraakt. Op slag was hij dood. Waarom heb je me dat nooit eerder verteld? Zo gaat dat. Als je pijn probeert te vergeten. De stiltes zijn het ergste. Als je zwijgt en alleen je ogen spreken, dan kan ik nauwelijks geloven dat er ook maar één woord van je verhaal gelogen is. Toch ben ik er klaar mee. Bijna een week heb ik naar je geluisterd. Je verhaal is onsamenhangend. Iedere dag vertel je iets anders. Ik zeg dat je kunt gaan. Wat heb ik misdaan? Vraag je zachtjes. Waarom gunt u het me niet? Het gaat er niet om wat ik je gun. Ik doe hier mijn werk en ik zoek naar de waarheid. Als u mij niet gelooft, kunt u mij dan tenminste niet vertrouwen? Wie is dit? Naar mij wordt niet geluisterd. Straks gaat u over mij oordelen terwijl ik er niet bij ben. Ik zit daar buiten ergens op een gang. Mijn verhaal klinkt uit uw mond. Ik moet verder zwijgen.
Na het verdriet over het verlies van zijn vriend, keerde bij Gilgamesh de angst terug voor zijn eigen dood. Dat opengekrabde pukkeltje nam weer bezit van zijn gedachten. Ben ik sterfelijk? Als de goden hem niet meer wilden bijstaan, dan zou hij zelf wel voor het eeuwige leven zorgen. De halve wereld speurde hij af. Van de hoogste bergtoppen tot op de bodem van een meer zocht hij naar iets dat hem onsterfelijk zou kunnen maken. Een altijd bloeiend kruid, onvergankelijke slangenhuid, druppel van de zondvloed, het bloed van een onverwekt kind. Uiteindelijk begreep hij dat het ingrediënten waren uit sprookjes. Verslagen keerde hij terug naar Uruk, de stad waar zijn wieg had gestaan en waar ooit zijn graf zou worden gegraven. Na thuiskomst verscheen zijn gestorven vriend in een ijldroom. Gilgamesh vroeg hoe het was in de onderwereld. Dat doet er niet toe, antwoordde Enkidu. Wees niet bang voor de dood, maar omhels het leven. Wees geen heerser, maar vier feest met je volk als een gelijke. Word nog meer mens voordat je sterft. Hij die alles gezien heeft, die in de diepste diepte keek, Gilgamesh. Hij wist dat dromen niet altijd de waarheid vertelden, maar hij vertrouwde er wel op. Hij richtte zich tot zijn volk en vroeg hen om vergeving. Niemand had hem ooit geleerd wat compassie was. Goden, helden en leiders weten niet wat dat is. Alleen wie mens is, gunt elkaar het recht om te bestaan.